Hallo, ik ben Steffi van Hee en ik speel apotheker van Hee. Hallo, ik ben Julie Wiebo en ik speel ziekentje. Hallo, ik ben Floor van Wortelen en ik speel mama. Hallo, ik ben Emma Toebat en ik speel de dokter. 'S Morgens vroeg heeft de mama van Julie zich gewassen. Mama, mama. Ik kom al. Ik voel me niet lekker. Wacht, ik haal een glas water. Ik ben ondertussen ook een tanden in te nemen. Dat maar vlug hoor. Niet om je dood te zijn, hè? Ik sta al voor de neus. Drink nu eerst je glaasje water. Oh, ik ben echt niet beter met dat glaasje water. Ik meet je koers even. Oh nee, je hebt 39 graden koorts. Ik bel onmiddellijk naar de dokter. Tring, tring, tring. Hallo, met dokter Toebat. Hallo, het is hier met de mama van Julie, Floor van Wortelus. Mijn kindje is ziek, ze heeft 39 graden koorts. Kom je zo snel mogelijk? Wacht, hoor even kijken. Ja, ik heb het. Ik kom om 7:30. Is dat goed? Oké. Mijn adres is Berstraat 86. Oké, het is goed. Dag. Dag. Zoetje, de dokter komt er straks aan. Dus nu strijk ik even. Een tijdje later. Tring, tring. Ik kom al. Waar is het ziekentje? Dag dokter. Hallo, ben jij een beetje ziekjes? Ik heb soms hier aan mijn keel. Ik zal je brug opzetten. Ik neem even de stethoscoop. Adem nu heel diep in en uit. Zeg me wanneer je pijn hebt, oké? Waar heb je juist nu weer pijn? Aan mijn keel. Ik kijk even in je oren en dan kijk ik nog eens in je mond. Ja, goed zo. Draai je hoofdje nu maar eens op. Ja, heel goed. Nog even in je mondje kijken. Zeg eens ik weet het, ze heeft een bronchitis. Oei, is dat erg? Ja, ik vrees van wel, ja. Ik geef je een voorschrift voor de apotheker. Dan nog een briefje voor school. En de ziekenkast. Alsjeblieft.
Dank u wel. Dat is dan 100 euro, alsjeblieft. Heeft u daar een medicijn voor? Mag ik het voorschrijven? Alsjeblieft, dank u. En is het kaart? Mama, wat kan is ik slapen? Tel dan de schaapjes. Julie telde de schaapjes en ze viel uiteindelijk in slaap. De volgende ochtend. Zoetje, ben je al beter? Ik ben al stukken beter.